je album waar je mee bezig bent? Wat komt er allemaal op? Nou, dat is eigenlijk, zal ik maar zeggen, er is veel gevraagd. Mensen vragen van, ja, dat bananenlied, staat dat op een album? Kom erbij, staat op een album, dikke doe dat. Dus we hebben verzonnen dat, zal ik maar zeggen. Het vorige album was Oud en Nieuw, heette dat. Betekent oud, ik kwam uit de oude tijd, uit de Johnny's tijd. Stond er werk op van de Johnny's, stond er werk op van mezelf. En dit is eigenlijk een album waar hoofdzakelijk de nieuwere dingen op staan. Ai, 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 bijvoorbeeld mijn laatste single. Hebben het ook heel goed gedaan in de zaal. Wordt er heel leuk op gereageerd. Dus dat staat allemaal zo dadelijk op één album. Komen er ook nog nieuwe singles op of alleen bekend werk? Ja, wat ik al zei. De bedoeling is dat het album heel snel uitkomt. En dat wij nu in heel korte tijd, tussen nu en twee weken, nog een single gaan opnemen. Als je dan kijkt naar 2014, heb je nog andere dingen op het programma staan? Kijk, vorig jaar heb ik een Ronnie in de Sony Tour gedaan. In de zomer ben ik naar de Canarische Eilanden geweest. Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, altijd in de winter. Nou, dit jaar ga ik ook weer naar Oostenrijk in de winter. En afgelopen jaar heb ik daar Turkije aan vastgeplakt. Ben ik nog naar Ibiza geweest. Dus ik zou het leuk vinden komende zomer ook steeds meer uit te breiden. Dat je een keer daar naartoe vliegt. Ja, dat is zo leuk. Die vakanties met allemaal dat je voor Nederlanders optreedt op een zonovergoten strand terwijl hier al het sneeuwt. Ja, dat is super, dus dat zou ik leuk vinden. Voor de rest ga ik gewoon doen wat ik kan doen met wat ik... Ik ken niks anders. Maar ik vind hier ben ik voor geboren. Dus ik ga hier gewoon mee door. Als je dan kijkt naar kerst wat eraan komt, wat is de ultieme kerstgedachte? De ultieme kerstgedachte, dat is grappig dat jij het vraagt, want daar ben ik heel slecht in. Maar ik heb net een interview gehad, een promotieinterview, voor een tijdschrift, voor de kerstshow. Toen moest ik erover nadenken. Het is, zal ik maar zeggen, in deze tijd dat het een beetje slecht gaat, dat mensen crisis hebben. En dat mensen hun kerstdiner, van hun kerstdiner, hoe karig het ook is, proberen te genieten. Want wie de dopperd niet eet, is de kaviaar niet weerd.